Dit is Tycho. Ja, die heeft aan me daarvoor gestaan. Ja. En Tycho zelf is dan niet goed genoeg, dan moet er toch een beeld van Tycho komen. Wel, Tycho zelf is prima. Maar dat wil ik vasthouden. Hè. En Tycho blijft niet zo, het beeld wel. Je vraagt dan juist. Wat, wie is sterker, wie is machtiger, de steen of de beeldhouwer? Dat is een prachtige vraag. En ik weet niet of ik daar antwoord op heb. Ik weet dat mijn invloed en mijn vermogens zijn beperkt. En de stenen staan mij toe er soms in vorm te geven. Heel veel is natuurlijk mogelijk, maar wat is het punt om zodanig je wil op te leggen aan iets wat van nature eigenlijk al in een bepaalde toestand verkeert? Een brok uit een groeve, uit de berg genomen wordt gebroken. Dat brok dat staat voor me. Dat maakt het makkelijker voor de beeldhouwer om de wilskracht op te brengen, aan die steen te werken, die steen te vervormen en voor de beeldhouwer die steen zijn wil op te leggen. Een mens kan van zichzelf de steen iets onmogelijks vragen. En dan denk ik dat beeldhouwer een beetje vervreemd is van de steen. Zijn dit dromen? Ja. Ja. Eigenlijk is het zo dat ieder stuk steen wat hier ligt, mag een droom zijn. En sommige dromen komen uit. Omdat ik dat help, omdat ik daar energie in steek. En de steen mijn wil opleg. Dat is een spanningsveld. En dat gaat niet altijd even goed. En dat gaat ook niet met iedere steen. Die steen is gewoon een steen. Die doet niet aan erotiek. Wij doen aan erotiek. Erotiek is een spel. En de mooiste erotiek is die erotiek met het leven. Dit is een beeld van Vivians vader, Peter Schuieren. En hierin, in deze buik, zit zijn dochter. Die begeerte is er nog steeds, dat vasthouden van hem en haar dat aan die buik. Met die begeerte is dus iets gedaan. Dus het handelen met die begeerte. Wat nu als je alleen met begeerte zit? Kijk, dan kom je op dat gebied van die frustraties. Ik vind dat wel komisch, ja. Dat mensen zo schrikken. Ik bedoel, vrouwtjes hebben vagina's, mannen hebben piemels. Maar als je piemels maakt of je maakt vagina's, dan zou je een sociaal probleem hebben. Nu is dit nog een half fabrikaat ergens. Maar als er eentje klaar is, die kunnen dat niet aanraken zelfs. Ze vinden het een te directe link hebben met seks. Ik zie dat niet.